Onlangs kreeg ik van iemand de vraag: hoe ben jij hier eigenlijk ingerold, Tanja? Waarom doe jij wat je doet? Ik vond dat een interessante vraag en ik ben erover gaan nadenken. We hebben er toen ook uitgebreid over gepraat. En door mijn verhaal te vertellen, zagen we een aantal mooie verbanden. Want het begon bij mij eigenlijk al toen ik nog heel klein was en aan de hand van mijn grootmoeder doorheen haar kruidentuin liep. En zij onwaarschijnlijk boeiend kon vertellen over haar kruiden en planten en hoe dat haar medicijnen waren. En ik vond het fascinerend om te zien hoe gepassioneerd zij daarmee bezig was en hoe zij elke dag in haar kruidenboeken dook. Voorts was ik een heel verlegen en stil meisje, tot mijn ouders mij naar de muziekschool stuurden. En daar ging ik dictie en voordracht doen en toen ging er voor mij echt een wereld open. Mijn leraar die nam mij mee naar voordrachtwedstrijden en ik eindigde daar bijna altijd in de eerste drie. Dus ik leerde al heel vroeg op een podium staan en iets overbrengen bij het publiek en ik vond dat geweldig om te doen. Maar al vrij vroeg kreeg ik ontzettend veel last van acne. Ik stond echt vol. En dat heeft mij helemaal naar beneden gehaald, tot naar een diep dal. En ik wilde niet meer gezien worden. Ik verborg mij achter een veel te dikke laag make-up. Mijn grootmoeder die was er ondertussen niet meer. En mijn ouders die hebben echt wel hun best gedaan. Maar uiteindelijk werd ik niet geholpen. En ik voelde mij ook onbegrepen. Ik voelde mij heel eenzaam. En diep ongelukkig. En ik zocht troost in eten. En zo kreeg ik een hele ongezonde relatie met voeding. En toen ging het van kwaad naar erger, want dan ging ook mijn energiepeil onder nul en ik kreeg er allerlei kwalen bij, zoals sinusitis. Die acne werd alleen maar erger, ik kreeg ook overgewicht en ja, mijn levenslust ging echt ebde weg. Dus ik zag al heel vroeg als kind mijn potentie om iets te doen op of rond het podium, maar tegelijk ook al heel vroeg hoe mijn gezondheid opspeelde en dat een ontzettende impact had op alles in mijn leven. En dat is eigenlijk ook een beetje de rode draad gebleven in mijn leven. Aan de ene kant het verlangen om het podium te pakken, iets over te brengen, dat is echt mijn ding. Maar aan de andere kant heb ik ook zoveel momenten in mijn leven gehad waarbij een facet van mijn gezondheid, of het nu mijn huid was, of mijn gewicht, of mijn mindset, of wat dan ook, ja, zo opspeelde. En op die manier heb ik een heel laag zelfbeeld gecreëerd. En dat heeft mij altijd klein gehouden. Dat heeft ook ervoor gezorgd dat ik nooit echt ben gaan doen wat ik wilde doen. Daardoor ben ik ook in verkeerde relaties gestapt. En op een bepaald moment was ik het echt beu en heb ik de beslissing genomen om het heft in eigen handen te nemen. En ben ik zelf op onderzoek gegaan. En dat heeft alles veranderd. Dat heeft mij er helemaal bovenop gehaald. Ik zag verbanden waar niemand het over had. Alles kwam in balans. Mijn huid klaarde op. Mijn gezondheid ging beter en beter. En ik kreeg weer zin in het leven. En zo is mijn passie voor gezondheid en voeding en beweging en spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling gaan groeien. En uiteindelijk ging ik er mijn beroep van maken, zodat alles wat ik had geleerd kon doorgeven en op die manier anderen helpen. En zo kreeg mijn leven ook zin. Want weet je, wat ik heb ontdekt en wat ik heb geleerd is dat je ontzettend veel in eigen handen hebt. Dat de impact die je zelf kan en als je het mij vraagt moet maken als het gaat over je gezondheid en over hoe je in het leven staat, is gigantisch groot. Maar je moet ownership nemen. En je moet zelf de reis aangaan. En je moet ervaren en je moet testen en kijken wat voor jou werkt. En dat is heel lastig om dat in je eentje te doen. En toen ik een paar jaar geleden in de overgang kwam, dan werd ik weer geconfronteerd met een aantal uitdagingen. Fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel. En eerlijk gezegd, ik was het weer even kwijt. Maar ik kon gelukkig heel snel de klik maken en ik heb gedacht, ja maar wacht eens even. Al die jaren zijn niet voor niks geweest. En ik voelde hoe ik er nu met veel meer vertrouwen, veel meer kennis, ervaring en wijsheid in sta. En zo voelde ik een nieuwe missie in mij naar boven komen. Om vrouwen in midlife bij de hand te pakken en te laten zien, te laten ervaren hoe ze die nieuwe uitdagende periode in hun leven anders kunnen gaan beleven. Anders dan wat ze altijd wordt voorgehouden. Hoe ze die intense transformatie als de meest zalige periode in hun leven ooit kunnen beleven. Want waar ik van droom en hoe ik het zie is,
Ik zie een wereld waarin midlife vrouwen zo lekker in hun vel en in hun leven zitten dat ze als ageless queens het podium pakken. En dat ze vanuit zachtheid, vanuit liefde, vrouwelijke energie en diepe wijsheid ongezien gaan shinen. Elkaar upliften, jong en oud inspireren en zo de wereld een stuk liever en mooier maken. Dit voelt voor mij echt als een nieuwe start. En ik ervaar deze fase zelf niet als de herfst in mijn leven, maar als een tweede lente. En ik kijk er ontzettend naar uit om met zoveel mogelijk midlife vrouwen en daarna geschiedenis te schrijven.